De vervanging van de gevel van Schouwburg Amphion in Doetinchem is maandag van start gegaan. In 2014, 4 jaar na de opening van het theater, werd bekend dat er problemen waren met de gevel en werden er hekken omheen geplaatst voor de veiligheid. Na een lange juridische strijd tussen Amphion en de aannemer kan er nu eindelijk worden begonnen met het herstel. Eerst wordt de stenen muur wordt helemaal gestript. En op het moment dat ze met de tweede kant beginnen, dan start ook het herstel van de eerste kant. Dus zeg maar even het plaatmateriaal wat ervoor in de plaats komt voor de stenen, volgt volgordelijk met de sloop. De herstelwerkzaamheden kosten rond de 2,5 miljoen, waarbij de gemeente Doetinchem voor 2,3 miljoen garant staat. Dat is niet niks. Daar is ook heel goed over nagedacht. Maar het gaat ook wel om een van de parels van Doetinchem. Schouwburg van de regio. We staan hier ook niet voor niets. De werkzaamheden starten in een periode waarin het theater door corona in zwaar weer zit. Laten we niet vergeten dat in deze tijd, hè, rondom corona, het virus, alles wat daaromheen speelt, alle onzekerheden die dat met zich meebrengt, voor Amphion ook een periode achter de rug ligt van jarenlang procederen en toch heel veel gedoe ook rondom de gevel. Dat is ook een beetje een bizarre samenloop van omstandigheden. Maar we zijn heel erg blij dat het twee parallele trajecten zijn. Natuurlijk zitten we nu in de problemen van de corona, net als iedereen. Maar dit traject loopt inmiddels 5 jaar. En eigenlijk is het start van het herstel de uitkomst van die 5 jaar. De herstelwerkzaamheden duren een jaar, waarmee er voor Amphion een eind komt aan een pijnlijke periode. Het was een beetje een vervelend boek en dat kunnen we nu gaan sluiten. En hopelijk in september volgend jaar kunnen we met jullie samen de heropening vieren van het nieuwe, of althans de nieuwe gebouw, maar de nieuwe buitenkant.